Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zondag 18 maart. Het wordt een zonnige dag vandaag. Alleen in het zuiden is veel bewolking aanwezig en die kan lokaal best hardnekkig zijn. Maar in het noorden schijnt de zon al volop en ook in het midden breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Het is vanochtend nog wel koud met zo'n min 2 tot min 3 graden. Verder waait er een vrij krachtige tot harde Noordoostenwind, die in de middag iets gaat afnemen, maar er wel voor zorgt dat het gevoelig kouder is. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 1 en de 2 graden en in het zuiden kan het dan nog steeds vrij bewolkt zijn. Vanavond daalt de temperatuur alweer snel tot onder het vriespunt en de wind neemt nog wat verder af. En vannacht kan het dan matig gaan vriezen. Morgen in vrijwel heel het land flink wat zon en nauwelijks bewolking. Er staat een meest matige wind boven land en s'middags kan het 4 tot 5 graden worden. Het blijft overal droog. Dinsdag ook een dag met veel zon. Alleen in de nacht van maandag op dinsdag kan er hier en daar een bui vallen. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wat wisselvalliger. Temperaturen liggen rond de 7 8 graden. En in de nachten kan het nog af en toe licht vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zondag.